Je wilt YouTuber worden, maar hoe doe je dat? Dit zijn 5 dingen die je echt moet weten. Hoi, ik ben Gietje van de Videomakers, het kanaal waar we jou helpen bij het maken van betere video's. En betere video's maken, ja, dat is natuurlijk voor je YouTube-kanaal ontzettend belangrijk. Dus, wil jij nooit meer iets missen, abonneer je dan zeker op dit kanaal. Doe dat door op die mooie grote rode abonneerknop te drukken. En als je daar toch bent, druk ook even op het belletje. Want dan krijg je elke keer een notificatie als er een nieuwe video online komt. In deze video wil ik het dus hebben over YouTuber worden. Als jij denkt, dat wil ik. Je bent misschien nog jong, je zit misschien nog op school en je hebt die droom dat je denkt, ik wil later of misschien zelfs nu al die YouTuber zijn met een groot kanaal waar veel mensen naar kijken. Dan heb ik hier een aantal tips en gedachten voor je in deze video. Waarvan ik eigenlijk gewoon vind dat je ze moet weten en hoop dat je er iets aan hebt. Als je veel kijkers wil op je YouTube kanaal of je wil een groot kanaal, dan zul je video's moeten maken waar mensen graag naar kijken. En dat principe alleen is al een heel lastig gegeven. Want wat willen mensen graag zien? Ik merk bij heel veel kanalen die nu groot zijn, dat het echt een zoektocht is geweest naar, oh ja, wat is nou precies de vorm waar mensen op aanslaan? En vaak is dat ook iets wat je niet helemaal van tevoren kan bedenken. Vaak is het iets waar je achterkomt terwijl je aan het uitproberen bent. Je begint, je bent misschien nog niet een hele goede filmmaker. Je maakt eens wat dingetjes, je probeert eens iets grappigs te doen of je probeert eens iets uit te leggen. Er kan nog van alles beter aan, het geluid kan nog beter. Je presentatie kan nog beter, noem het allemaal op. Dat is allemaal top, je moet ergens beginnen. Het feit dat je begonnen bent is al fantastisch, want heel veel mensen willen het en durven die eerste stap niet te zetten. Of voelen dan toch te veel druk van zichzelf dat het in één keer heel goed moet zijn. Maar dan op een gegeven moment begin je eigenlijk gewoon met aanmodderen en gewoon dingen doen. En dan kan het zijn dat er op een bepaald moment een video komt waarvan je denkt, hey, wacht even, dit vond ik erg leuk om te doen. En ik merk dat mensen hier graag naar kijken. Dat de views ineens harder omhoog lopen, dat er meer mensen op reageren. Er zit hier iets wat misschien wel leuk en succesvol zou kunnen zijn. En dat is dan iets wat je daarna kan gaan uitbouwen. Dus ik merk heel vaak dat het niet iets is wat je van tevoren per se bedenkt, maar waar je gaandeweg achterkomt. Dat dat iets is waar je als creator of als maker op YouTube samen met je publiek ook achter moet komen. Wat is het dat dit kanaal is? Wat willen jullie graag zien en wat wil ik graag maken? Mocht je nu überhaupt beginnen met een YouTube-kanaal en denken, ik weet nog helemaal niet wat voor video's ik moet maken. We hebben eerder een video gemaakt over welke video moet ik maken. En daarin vind je inspiratie die jou helpt met video's maken waar jij zin in hebt. Dus mocht je toe zijn aan wat inspiratie, bekijk dan na deze video zeker ook die video. Die je dus hierbovenin vindt of hier beneden in de reactie, afhankelijk van waar je de video kijkt. Het is toch wel een grote factor op YouTube. Het feit dat je gewoon een beetje geluk moet hebben. Dat je de juiste video maakt op het juiste moment. En dat die dan weer gedeeld wordt door allerlei mensen. En ook dat is, wat ik net zei ook al. Dit is iets wat je niet helemaal van tevoren kan plannen. Mijn eerste video met Travel Gradle was, dat is mijn YouTube kanaal, mijn andere YouTube kanaal waar ik allemaal reisvideo's maak. Ging over de Filipijnen. Over een plek in de Filipijnen, Port Barton, waar heel veel mensen heen wilden. Dus veel toeristen waren er nieuwsgierig naar. Maar er kwamen nog niet superveel toeristen op dat moment. Dus er waren ook nog niet heel veel video's over. Dus op het moment dat ik die video online zette, toen dachten er binnen 1 maand tijd al 10.000 mensen van, oh leuk, die video wil ik zien. Oh ja, en in de Filipijnen is sowieso natuurlijk een heel groot publiek. Wonen daar veel meer mensen dan hier. Want heel veel mensen die het keken waren ook weer mensen uit de Filipijnen zelf. Dus reizigers van binnen en buiten de Filipijnen. En mensen uit de Filipijnen, die hebben zoveel eilanden. Die kijken heel graag naar video's over hun eigen eilanden. Want er valt gewoon ontzettend veel te zien. Die combinatie van factoren maakte dat die video opeens zo hard ging. Ik had dat van tevoren nooit bedacht. Want wist ik veel. Ik heb gewoon die video gemaakt en ik dacht na een maand, wow, daar hebben al 10.000 mensen gekeken. In die zin is het ook mazzel dat gebeurde. Want de kans was veel groter geweest dat die eerste video 50 keer bekeken was door vrienden en familie. En that's it. Ik moet ook zeggen, het is en mazzel, maar ik was natuurlijk ook al een tijd bezig als theatermaker. Ik was ook al een tijd verhalen aan het vertellen. Bezig met wanneer duurt iets te lang? Wanneer is het te kort? Wie is je publiek? Wat vinden zij fijn om te horen? Hoe vertel je een verhaal? Dus al die kennis heb ik natuurlijk meegenomen ook in het maken van die video. Dus het was wel een van de eerste video's die ik maakte. Maar over storytelling wist ik wel al heel erg veel. Dus ook dat is een soort van geluk
zou je kunnen zeggen, wat ik meenam in die eerste video. Waardoor die, ik bedoel, ik ben door de jaren heen wel beter geworden als filmmaker, als vlogger, als verslaggever. Maar die eerste video, ja, was helemaal niet per se heel gek. Daar zat al heel veel skill en ervaring en kennis in. Dit worden nu eigenlijk een beetje twee verhalen in één. Want aan de ene kant wil ik dus zeggen, het is ook geluk van het opgepikt worden. Aan de andere kant kun je dus ook wel weer bijdragen aan dat geluk door je skills te ontwikkelen. Daar kom ik later nog eventjes op terug. Ik wil nog eventjes ingaan op die geluksfactor. Hè? Want ook als je alles helemaal goed doet, dan nog moet je video maar net worden opgepikt door YouTube. En moet jij maar het juiste ding doen op het juiste moment. Ik wil dit vooral delen, omdat als dingen dus niet lukken, of als je denkt het gaat te traag of noem het allemaal maar op, of je hebt de periode niet het gevoel van de wind, ik heb de wind in de zeilen, het gaat allemaal goed en makkelijk. Dat ligt dus niet aan jou. YouTube is ook gewoon een lastig medium. Dus weet dat je, ja, dat je daarmee kunt worstelen, dat dat niet aan jou ligt. We hebben ook een keer een hele mooie video gemaakt over waarom je geen YouTuber wil worden, waarin we ook de frustraties delen die je als YouTuber kan hebben met YouTube. Dus die vind je ook hier beneden. Dit is nog een hele mooie uitspraak. Ik zeg hem nu even in het Engels en ik hoop dat ik hem goed zeg. Maar luck is when preparation meets opportunity. Dus in het Nederlands, geluk is als je voorbereiding het juiste moment ontmoet. Dus die voorbereiding die ik net noemde, die hoort wel bij geluk. Maar het momentum, waarvan je, ja, dat moet je maar net op het juiste moment hebben, is daar dus ook een factor van. Dus in die zin horen ze wel bij elkaar. Wat ik vaak zie bij mensen die ambiëren om groter te worden op YouTube, zeker als je nog wat jonger bent en denkt, hè, wat ga ik later doen in mijn leven? Dat je denkt, oh ja, als ik grote YouTuber ben, dan komt dat geld automatisch. Hè, grote YouTuber zijn betekent gewoon dat er geld komt. En zo werkt het niet helemaal. Er zitten daartussen echt nog wel een aantal stappen die je moet zetten. En die soms ook gewoon wel kunnen tegenvallen. Op het moment dat jij zeg 100.000 kijkers per maand hebt, is niet heel gek in die zin. Wij hadden dat op een gegeven moment. Hè, bij ons gaat het een beetje, bijvoorbeeld in de toppen van corona, lockdown, hadden wij heel veel kijkers. Want ja, je mocht bijna niks. En heel veel mensen moesten ook met videocalls werken en dat soort dingen. Daar hadden wij ook video's over gemaakt. Dus nee, we hadden 100.000 kijkers per maand. Ik vind dat vrij veel. 100.000 mensen per maand die naar je kijken, vind ik behoorlijk wat. Wij hebben advertenties aanstaan. Die moet je al aanzetten. Die gaan niet automatisch aan. Dan moet je al een heel proces door om dat allemaal aan te zetten. Als je kanaal daarvoor in aanmerking komt, ladila. En wij hebben dat. En dan nog op dat hoogtepunt kwam er, nou, wat was het? Ik denk iets van €600. Tussen de €500 en de €600 per maand binnen. Dat is een mooi bedrag. Daar hoor je mij niet over. Maar voor twee mensen, in een maand, ja, dan heb je €300 per persoon. Dat is gewoon te weinig. Met andere woorden, wij konden op dat moment absoluut niet leven van alleen maar de advertentieinkomsten van YouTube. Die zijn gewoon heel erg laag. Andere dingen die je dan krijgt zijn bijvoorbeeld sponsorships, of dat je naar evenementen gaat en allemaal dat soort dingen. En dat zijn ook dingen die, hoe groter je wordt, hoe meer bedrijven ook naar jou toe zullen komen. Maar ik merk zelf dat heel veel bedrijven die naar ons toe komen, of heel veel bedrijven die naar Travel Gradle toe komen, naar mijn andere kanaal, dat ik daar eigenlijk niks mee kan. Omdat ik denk, ja, ik vind dit niet passend bij mij. Wij zijn daar ook best wel kritisch op. Maar ja, het is maar heel, heel, heel zelden dat daar iets uitkomt. Dus als je iets wil, als een sponsorship, dan kan de kans ook groot zijn dat jij naar die bedrijven toe moet gaan. En zegt, hey, ik heb een goed idee. Zullen we dit doen of zullen we dat doen? En zeker als je niet soort van de allergrootste bent of bij die top hoort, maar meer in dat middensegment zit. Ja, dan is dat best wel een ding om de hele tijd te kijken, waar komt nu mijn geld vandaan? En daar zelf ook een actieve rol in spelen om niet alleen die video's te maken, maar dus ook te kijken van hoe krijg ik het financieel gebolwerkt. Dit moet ik even zeggen, we hebben dit al vaker gezegd, maar ik zie nog steeds dat zoveel mensen dit onderschatten. YouTube kost ontzettend veel tijd. Veel meer tijd dan je denkt. En volgens mij is het een van de allergrootste redenen waarom mensen soms, of heel vaak, na 3-4 maanden weer stoppen met YouTube. Ook als ze het leuk vinden. Ook als ze denken van, oh ja, ik heb nog allemaal filmideeën. Er komt gewoon heel veel bij kijken. Niet alleen het uitwerken van je video's, het bedenken van ideeën, die ideeën in een script verwerken of ergens noteren van wat ga ik dan precies doen. Je filmdag voorbereiden, het filmen zelf, het monteren, dan nog het op YouTube zetten. Op YouTube zetten is niet alleen maar uploaden, maar ook plaatje erbij voor de thumbnail. De omschrijving goed, de tekst goed, noem het allemaal maar op.
Dan als het online staat, je reacties bijhouden. Misschien weer reageren bij andere mensen. Ja, we hebben wel eens een video gemaakt. Hoeveel tijd kost YouTube? Ons kost het ongeveer 5 uur per week met z'n tweeën. En dat is heel erg weinig. Wij zijn ontzettend efficiënt. Maar 5 uur per week is best wel veel. Travel Gradle kostte mij, ik denk wel 4-5 dagen voor 1 video. Ja, dan moet ik daar ineens ook maar een soort van al mijn geld uithalen uit die ene video. Als ik dat volledig professioneel zou willen doen en een heel groot kanaal zou willen zijn. Dus ik heb dus ook periodes gehad waarin ik dacht van ja, dan upload ik maar gewoon de hele tijd niks. Want ik hou het niet vol om het op dit tempo te blijven doen. Dus het is goed om je dat te realiseren om 2 redenen. Dan valt het wellicht minder tegen als het veel tijd kost. En de tweede reden is dat je voor jezelf kan gaan nadenken, al als je begint met oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het in een tijd doe waarin het voor mij nog leuk blijft. Want dan hou je het waarschijnlijk veel langer vol. En naast het feit dat dat dus veel tijd kost, hè, per video, kost het ook nog eens veel tijd om tot een punt te komen waarop je kanaal groeit, groter wordt. Ik zei al, bij Travel Gradle ben ik ooit begonnen met 10.000 kijkers voor 1 video. Dat ging echt knijterhard. Met de videomakers begonnen we zo 50, 60. Weet je wel, en bouwden we het vanuit daar op. En ik merk dat je toch, hoewel ik al wist dat het heel veel tijd kost om abonnees en kijkers op te bouwen, dan nog viel het me tegen. Dan nog dacht ik bij de videomakers, ik had toch eigenlijk verwacht dat dit sneller ging. Onbewust. Ik had er geen beeld van gevormd, maar ik merkte een soort van onrust in dat ik dacht, kom op, dit moet toch sneller gaan. Dus weet dat ook dat, hè, dat opbouwen van je kanaal, dat gewoon tijd kost. Ik benoemde in het vorige punt al dat Rizk en ik dus samen 5 uur kwijt zijn aan YouTube. Samenwerken helpt. En samenwerken kan je op allerlei verschillende manieren doen. Om te beginnen dus samen aan je kanaal werken. Waarbij je dus, als het goed is, als je op één lijn zit. Kijk, als je een samenwerking hebt waarbij je alleen maar met elkaar in de clinch ligt over wat gaan we eigenlijk maken en hoe pakken we het aan. Dan kost het heel veel tijd en komt er waarschijnlijk niks uit. Maar op het moment dat je iemand hebt waar je fijn mee samenwerkt. Ja, dan weet je gewoon dat je taken kan verdelen. Dat je samen de reacties op kan pakken. Als je een keer niet bent, dat iemand anders de video online zet. Allemaal dat soort dingen. Dus ik vind het heel fijn om een YouTube-kanaal samen met iemand te hebben. Want er gebeurt er ook nog wel eens iets zonder dat jij het gedaan hebt. Of jij doet iets en is die ander weer blij verrast. Van, oeh, tof, dit is nu gebeurd en nu hoef ik niet de banner nog aan te passen. Of dat soort dingen. Een andere vorm van samenwerking die heel erg helpt waar je aan kan denken, is weer met andere YouTube-kanalen. En dat is een strategie die wij op de videomakers heel weinig gebruiken. We hebben een aantal collabs, heet dat dan op zijn Engels, gedaan. Met Robin de Ridder bijvoorbeeld, van Romedia. Met hem hebben we een video gemaakt voor zijn kanaal en voor ons kanaal. Maar dat is wel een manier om als YouTuber heel goed te kunnen groeien. Dus de tip die ik daarbij vooral wil geven is, onderschat niet de kracht van samenwerkingen. En denk niet, oh ja, dit is nu alleen maar van mij en ik moet het heel erg beschermen. Ik snap dat gevoel wel. Maar eigenlijk wil je bij een YouTube kanaal dat het niet alleen van jou is. Het moet ook een beetje van je kijkers zijn. En het moet ook een beetje zijn van andere mensen die zich aan jou willen verbinden. En die ook zeggen wat leuk wat jij doet, wat tof wat jij doet. En die dan daarin jou ook omhoog pushen en helpen. En dat doen mensen alleen maar als ze het leuk vinden wat je doet. En ook als ze het gevoel hebben dat ze er onderdeel van zijn. Dat zij er ook bij mogen zijn. Dus in die zin denk ik dat samenwerken voor YouTube gewoon heel belangrijk is. En ook heel erg leuk. En het allerlaatste wat ik je mee wil geven is dat mocht jij nu, ik heb het in deze video al een paar keer gezegd, jonger zijn, een jaar of 13 of een jaar of 16, en dan denken, ik wil graag die grote YouTuber worden, weet dat het vanuit die positie eigenlijk nog extra lastig is. Als kind loop je tegen beperkingen aan binnen YouTube. Zeker als je onder de 15 bent of onder de 13 is het volgens mij, ik weet het even uit mijn hoofd niet goed, dat je met die COPPA-regeling komt. Dus dat YouTube kinderen wil beschermen. En dat dus bijvoorbeeld de reacties onder je video worden uitgezet. Ja, reacties onder je video is wel een van de factoren waarop YouTube weer meet of je video succesvol is. Je bent dan ook beperkt in je advertentieinkomsten. Ik kan me ook voorstellen als je jonger bent dat je ouders van bepaalde dingen zeggen van doe maar wel of doe maar niet. Of ja, dat je niet de volledige vrijheid hebt om een soort van te denken dit is alles wat ik wil doen. En dat dat dan ook zomaar allemaal kan en mag. Plus, als je jonger bent, dan heb je niet nog de tijd gehad om je skills te ontwikkelen. Dus al lang bezig te zijn met het werken met een camera, verhalen vertellen. Als je ouder wordt, wordt het meestal, niet altijd, ook makkelijker om een soort van naar jezelf te kijken, naar je eigen werk te kijken en daar
reflectie op te hebben, zeg maar, van afstand. Dat is ook iets wat je echt leert door de jaren heen. Dus ja, als jonge maker, als jonge YouTube-enthousiasteling, zou ik je dan ook vooral aanraden om niet de weg in te gaan van het denken, oh, ik ga nu beginnen met YouTube. Over 2 jaar ben ik super groot en dan gefrustreerd te zijn als dat niet lukt. Maar het vooral te zien als een investering die nog daaraan voorbij gaat. Dus vooral te zien, ik ga gewoon investeren in hoe kan ik filmen. Je kan altijd denken, ik heb betere apparatuur nodig. Maar de kern van filmen gaat niet over apparatuur. De kern van filmen gaat over hoe je een verhaal vertelt. Hoe je voor de camera staat. Hoe je shots maakt. Dat zijn allemaal dingen die je kan ontwikkelen en die je kan trainen. En op het moment dat je dat doet, dan hoef je die eerste jaren helemaal niet succesvol te zijn. Een van de grootste YouTubers, Mr. Beast, is een Amerikaanse YouTuber als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Die heeft ook een heel aantal jaar gewoon lekker zitten klooien. En toen kwam hij met een formule. Hij heeft wel echt een goede formule bedacht. Waar hij mega succesvol mee werd. Hij is echt, nou ja, volgens mij de allersuccesvolste YouTuber op dit moment. Ik kijk even naar Riske. Denk ik ook. Wij denken dat hij de meest succesvolle. In elk geval alles wat hij publiceert, zeg maar, gaat meteen in de miljoenen views. Maar echt tientallen miljoenen. Het is bizar wat hij doet. Maar ook hij is begonnen met gewoon rommelen en leren en uitproberen. Dus dat zou ik je vooral willen meegeven. Ik hoop niet dat je nu uit dit stukje haalt, kan het allemaal toch niet. Maar meer fantastisch. Je hebt gewoon nu de ruimte en de tijd om lekker te gaan experimenteren en om het jezelf te leren en het uit te proberen. Dan heb je straks wel een voorsprong. Want op het moment dat jij over 5 jaar denkt van joh, ik wil toch geen YouTuber zijn. De skill van het verhalen vertellen en de skill van het video maken, ik weet het zeker, is een skill die we alleen maar meer nodig gaan hebben. Dus ja, weet je, dat is sowieso een goede investering. En als je het leuk vindt, ga ervoor. Ja, dit waren onze tips als je, of onze gedachten, dingen die je kan meenemen als je denkt, ik wil YouTuber worden. Als je nog vragen hebt, laat het zeker weten hier beneden in de reacties. En als je nou nog denkt, ik heb ook wel hier wel een gedachte over, laat het daar ook zeker weten. Want dat vinden we altijd superleuk om te horen en we gaan heel graag met je in gesprek. Voor nu wens ik je vooral heel veel succes en heel veel plezier met filmen. En ik zie je natuurlijk volgende week.